Ik zit opgesloten in deze Minecraft-wereld en de enige manier om hier uit te komen is door de knop te vinden. Oké, laten we maar gaan kijken waar zit... Oh, was dit echt zo makkelijk? Ja, dit was echt zo makkelijk! Oké, level 2. Een level met prachtige villagers. Oké, laten we eens even gaan kijken. Waar kan de knop zitten? Hieronder zit wel een heel erg sneaky randje, hoor. Misschien hier onder dit bed of zo? Nee, volgens mij ook niet. Misschien zit hier ergens om het huisje heen. Ik mag eigenlijk geen blokjes lopen, maar dat maakt niet uit. Misschien hier toch ergens in het huisje... Oh, hier aan het plafond. Let's go! Level 3. Oké, waar kan hier ergens de knop zitten? We zitten hier in een of ander huisje. Kan ik hier doorheen? Nee, misschien hier zo. Door dit schilderij of zo? Nee, ook niet. Oh, waar kan die nou zitten? Even kijken. Misschien hier zo onder. Of hier misschien dat ik iets nodig heb in de barrels of zo. Ik zou het eigenlijk niet denken. Maar oké, hier zitten allemaal hele sneaky randjes. Ik heb echt het idee dat het hier ergens bij deze tafel moet gaan gebeuren. Ik zit ook echt veel te moeilijk te denken. Kan het hier dan ergens zijn? Oh, volgens mij... Ja, dit is een knop. Let's go. Bam. Hoppa, level 4. Maar ik wil eerst even een dikke shout-out doen naar al de mensen hier zo in beeld voor het abonneren op mijn kanaal. Wil je nou in de volgende video ook een shout-out? Dat kan, dan moet je eventjes abonneren. En wie weet krijg je dan in de volgende video ook een shout-out. Net zoals al deze mensen. Knoppie, 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 knoppie. Oké, ik heb hem gewoon al gevonden. Let's go. Level 5, dit gaat echt ontzettend snel. Kan ik hier door de schilderij heen of zo? Nope. Is dit dan de knop? Lijkt me een beetje makkelijk, maar oké. Level 6. Hallo, waar kan ik hier dan een knop vinden? Misschien hier ergens in het vuur of zo? Hier in de lava, dat zal toch niet? Nee, ik denk dat die niet in de lava zit. Maar, hallo? Ik maak wel eventjes al het vuur uit. Oh, nu zie ik helemaal niks meer. Dat was niet slim, Giel. Er zijn volgens mij ook van die netherknoppen, maar ik weet het niet. Misschien zitten ze hier ergens. Maar ik denk dat die ergens weer super simpel zit. Want we zijn pas bij level 6. Het wordt ook steeds moeilijker. Hierboven. Ik kijk een keertje naar boven. Let's go. Level 7. Een desert level. Oké. Even kijken. Waar kan ik hier een knop vinden? Ik zie hier niks bij deze cactus. Oké, dat zei ik verkeerd. Want hier is wel een knop. Maar ik heb dit hele mooie huisje nog niet eens uit hoeven checken. Oké, top. Let's go. Level 8. We zitten hier tussen allemaal kippen en koeien opgesloten in dit gekke bedrock ding. Oké, ik denk dat hier weer ergens aan de muur heel erg sneaky een knop zit verstopt. Laten we gaan kijken. Waar is de knop? Oh, hier. Let's go. Op een boom. Level 9. Nog meer dieren. Let's go. Oké, ik weet niet wat ik hier allemaal moet vinden. Maar hier onder water zou wel een goed plekje voor een knop zijn, hoor. Maar eerst even lekker die eitjes oppakken van die kippen. Want die zijn toch ook altijd wel leuk. Hé, we kregen een babykip. Wat leuk. Oké, even kijken. Zitten hier ergens om de boom heen? Nee, volgens mij niet. Ik ga gewoon even om alle bomen heen lopen. Het zal toch raar zijn als hij nu weer op een boom zit. Want hij zat toen net namelijk ook al op een boom. En oh, hier zit hij gewoon. Let's go. Kablam. Level 10. Ik weet niet wat dit is. Een swamp of zo? Een moeras? Oké, laten we even verder kijken. Ik zie hier nog verder niks. Hier staat wel een bordje bij dit ding. Dus ik weet niet dat als ik dit weghak, dat iets gaat gebeuren. Kan ik hier een button in vinden of zo? Volgens mij mocht ik niks weghakken. Maar ja, we hebben natuurlijk gewoon weer scheid aan de regels. Oké, laten we even hier kijken. Hier zie ik... Oh, ja, hier. Let's go. Level 11 met allemaal vossen. Oké. Maar die vossen, die kan ik al wel gevonden hebben. Maar ik moet natuurlijk de knop vinden, dames en heren. Oh, ik krijg damage uit deze stomme besjesstruiken. Die staan ook altijd in de weg, die besjesstruiken. Oké, laten we eventjes wat verder kijken dan dat mijn neus lang is. Waar zit die verdomde knop nou verstopt, joh? Hey. Misschien om deze boom. Nee, misschien om deze... Hey, let's go. Knoppie, level 12. Ik weet niet waar hier de knop... Are you serious? Is dit letterlijk de knop? Hoefde ik letterlijk maar 3 blokken te lopen om de knop te vinden? Nou, blijkbaar. Level 13. Hey! Oh, een sneeuwlevel. Het sneeuwt ook gewoon super hard hier. Oh, nee. Knoppie, knoppie, knoppie. Waar ben je? We gaan er wel echt met de sneltreinvaart doorheen, hoor. Ja. Daar hebben we de volgende al. Let's go. Level 14. Wow, dit is gewoon een hele stad, joh. Dit is echt ziek gemaakt. Oké, laten we gaan kijken. Waar kan de knop zijn? Oh, deze is zo makkelijk. Oké, het wordt wel steeds moeilijker dadelijk aan het eind. Maar oké, laten we hier eventjes een mooie tocht gaan maken. Waar kan die knop te vinden zijn? Deze die is denk ik alweer een stukje moeilijker. Misschien moeten we hier ergens omhoog om de knop te vinden. Volgens mij niet. Oké, laten we hier nog maar eens even kijken. Goed langs de randjes. Dat is meestal in deze map wel de bedoeling. Ja, inderdaad. Level 16. Oké, laten we maar eens eventjes goed gaan kijken waar die verdomde knop is. Oké, laten we ook maar gewoon even al dat gas weghakken. Weet je waarom ook niet? Het mag dan wel niet, maar wij hebben, zoals ik net al zei, scheid aan de regels. Maar wat is nou... Oh, hier. Oh, deze map is zo makkelijk. Level 17. Oké, ik moet zorgen dat ik niet doodga bij deze knop. Oké, als ik doodga, dan moet ik waarschijnlijk weer helemaal opnieuw beginnen. Heb ik geen zin in en ik ben niet goed in parcours. Maar hier hebben we in ieder geval de knop. Deze was alweer een stukje moeilijker. Level 18. Wat kunnen we hier doen? Ik zie hier verder... Oh, wat? Dit staat gewoon letterlijk helemaal op zijn kop. Oké. Zit het hier ergens in die bladeren of zo? Oh, wat? Volgens mij zit hij gewoon letterlijk daar al. Oké, kan ik deze jump maken? Ja, let's go. Kubo!
Problem. Level 19. Hier staan allemaal pressure plates. En wat gebeurt als ik opspring? Oh, ja, dan kom ik weer terug hier. Oké, handig om te weten. We gaan hier met deze carpets hier zo opspringen. En dan moeten we hier, denk ik, ergens de knop gaan vinden, dames en heren. Maar ik weet nog niet waar dat de knop is. Hallo? Zit hij hier ergens? Oh, ik kan hem echt helemaal nergens zien. Misschien moet ik eventjes gewoon een rondje lopen. Want het kan natuurlijk zijn dat hij hier ook weer ergens super makkelijk verstopt zit. Je weet natuurlijk maar nooit in deze map. Maar ik merk nu wel dat het al gewoon een stuk moeilijker begint te worden. En daar had ik ook wel behoefte aan. Want net was het zo makkelijk. Dat was echt niet normaal. Oké, waar is die knop? Ik ben echt al 5 minuten aan het zoeken. Maar ik kan gewoon nergens die knop vinden. Waar is die nou? Oh, oké. Ik denk dat ik ergens de lava in moet of zo. Oké, klopt dat? Soms dan doen ze van die gekke trucjes. Ja, let's go. Hey, ik heb echt veel te veel Minecraft mappen gespeeld in mijn leven. Level 20. Oké, wat gaat hier gebeuren? Oh, gelukkig geen parcoursje of zo. Ik heb het idee dat er hier in dit huisje ergens een knop te vinden moet zijn. Want ze hebben hem nu de hele tijd ergens buiten gedaan. Gewoon super makkelijk, maar hij moet nu toch wel ergens binnen zijn, dames en heren. Oké, hier is ook een of ander gek balkonnetje. Oké, kan ik hier dan misschien een knop vinden? Ook niet. Oké, misschien zit hij toch niet in het huisje. Of hebben jullie hem al gezien? Als jullie de knop zien en ik zie hem niet, reageer dan even in de comments. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, laten we hier nog even verder lopen. Hier zie ik ook gewoon helemaal niks. Oh, waar zit die knop? Hier zit de knop. Oké. Level 21. Wow, de levels worden wel echt steeds groter. Oké, laten we hier eventjes al die huisjes gaan bekijken. Hier zie ik geen knop. Dan gaan we naar de volgende. Ik ga er daar ook nog even allemaal omheen lopen. Maar ik probeer het gewoon een beetje systematisch te doen. Dat ik er misschien achter kom waar dat hij zit. Oké, hier onder dit bed zie ik ook helemaal niks. Misschien in dit huisje dat ik wat kan vinden. Nee, ook niet. Dit huisje is ook helemaal leeg volgens mij. Oké, laten we dan maar eventjes in het dubbele huisje. Oh, hey. Let's go. Naast de lectern, we hebben hem gewoon. Oké, level 22 met een parcours. Oh, hoe durf je dit mij aan te doen? Ik snap het echt niet. Minecraft moet toch ondertussen ook wel weten dat Giel gewoon heel erg slecht is in parcours. En dat ze gewoon beter geen parcoursmappen kunnen geven aan Giel. Kijk, dit bedoel ik nou. A few moments later. Oh, en ik heb eindelijk een parcours gehaald. Oké, ik heb de knop gewoon weer meteen gevonden. Let's go. Ik was er net dood en ik moest gewoon elk level opnieuw doen. Dus dat is een kleine tegenvaller. Dan kan het wel heel erg makkelijk zijn. Oh, hier hebben we trouwens weer de knop gevonden. Let's go. En hier level 24. En hier hebben we een soort van nether level. Oké. Waar kan de knop hier ergens zijn in de nether level? Ik zie namelijk echt zo ontzettend weinig. Misschien hier bij die bankjes of hier bij het soul sand ergens. Misschien zit hij gewoon hier op zo'n bankje. Ik heb echt het idee dat hij hier ergens op zo'n bankje staat. Hallo? Waar is het? Misschien hier zo bij deze boom of zo? Nee. Huh? Oké, ik moet echt wel even beter gaan kijken. Hier zo om dit kampvuurtje. Ik vind het kampvuurtje echt zo'n element in deze map, omdat het letterlijk zowat het enige element in deze map is waar het dan wel zou kunnen zitten. Misschien hier achter, hier. Wow, deze valt zo niet op gewoon. Maar hey, let's go. We hebben hem gevonden. Level 25. En hier hebben we een heleboel zand. En hier zelfs een soort van zandgrot. Oké, dan zou die toch, ja, hierin kunnen zitten. Inderdaad. Oh nee, we zijn onder water, dames en heren. Moet ik nou letterlijk de knop gaan vinden voordat mijn belletjes op zijn? Oké, dit wordt heel erg spannend. A few moments later. Ik heb letterlijk bijna de hele map al gecheckt. Ik ben nou nog bezig met de randjes. Maar oh, waar zit die verdomde knop nou? Oké, misschien hier zo ergens. Ik heb... Oh, zit hier een gat? Ja, hier zit een gat. Maar hier zit geen knop. Oh, er zit wel een knop. Let's go. Hoppakee. Level 27 tussen de panda's. Hey, super gezellig. Laten we eens even gaan kijken waar ik die knop kan vinden. Potverdorie. Dames en heren, reageer trouwens eventjes het woord banaan in de comments als je nu nog steeds kijkt. Doe het. Dus lach. Ik moet ook al die stomme panda's even uit de weg trappen, want ze staan in de weg, oké? Jullie staan in de weg. Oh, hier. Ja, let's go. Wow, deze valt zo niet op bij dit bedrock. Oké, let's go. Level 28 en is dit letterlijk al... knop. Nou, laten we eerst even een mooi momentje nemen om deze map even goed te bekijken. Ja, prachtig. Oké, let's go. Level 29. Hier hebben we lava en ijs. Oké. Dit is een skyblock, dat snap ik, maar... Oh, en hier is de knop. Hey, dit was denk ik de kortste skyblock-serie die ik ooit gedaan heb op mijn kanaal. Wrong button. Oh nee, dit is een verkeerde knop. Huh, waar zit dan de... Is dit de goede knop? Let's go. Oh, wat? Ik ga naar de end in één keer. Zal dit dan het eindlevel zijn? Moet ik nou letterlijk de Ender Dragon verslaan om te ontsnappen hieruit? Oh nee, dit meen je niet. Oké, laten we maar hierheen lopen. En ik zie daar een huisje, maar is er nog een Ender Dragon? Volgens mij niet, hoop ik in ieder geval. Oké, laten we maar even naar dat huisje gaan, want dat ziet er wel heel
heel interessant uit. Ik denk dat daar ergens die knop wel moet liggen. En dit lijkt me dan het level waar ik het uitspeel, toch? De Ender Dragon. Dat lijkt me wel heel erg logisch, maar ik weet het niet zeker. Oké, laten we hier nog even gaan kijken. Daar is ook een gekke item frame. Ik heb eigenlijk niet zo goed gekeken wat erin zit. Misschien heb ik het wel gewoon nodig. Oké, wat zit erin? Een Ender Dragon Head. Hey, superleuk. Die gaan we gewoon lekker opzetten. Hey, is dat even top? Wow, nieuwe mode, man. Oké, ik zie hier allemaal palen en dan staat hier bij hint. It's not any of these towers. Oftewel, het is niet één van deze torens. Nou, toch ga ik even alles meenemen uit die item frames, want ik heb echt het idee dat ik dat nodig heb. Oké, wat zit hierin? Een zombiehoofd. Nou, let's go. Oh, ik hoor een piston. Wat? Een chest. Hier zitten 10 diamonds in met nog een dragon head. Hey, superleuk. Weet niet wat ik ermee moet, maar top. A few moments later. No joke, mensen. Ik zit al 15 minuten hier rond te lopen en weet je, ik ga gewoon hier... Oh, ik kan er niet eens in. Nee. Waarom zijn alle levels zo makkelijk en is de laatste dan weer zo ontzettend moeilijk? Het is dus geen van deze torens. Wow, wat? Ik ben al op een manier ingekomen en nu... Oké. Ik ben in één keer weer bij het begin. Vonden jullie deze video nou leuk? Vergeet dan zeker geen blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren hier zo beneden voor die 100.000 abonnees. En mensen, klik ook eventjes op één van deze twee video's hier in beeld. Want het zijn superleuke video's en dan moet je op klikken. Want ze gaan weg binnen 3, 2, 1. Dus snel klikken.